januari 2022. Jan Moet vertelt. Jan is op 11 november 1988 begonnen als leerling verpleegkundige op Groot Bronswijk in Wagenborgen. Hij werkt nog steeds in de zorg, inmiddels dat de opleidingsfunctionaris dicht is. Jan vertelt over zijn grote betrokkenheid bij de rehabilitatie vanaf de jaren 90. Jan, hoe kwam jij zo in contact met rehabilitatie? Nou ja, dat was eigenlijk begonnen met een ander begrip, revalidatie. Een psychiater bij GGZ Drenthe, die richtte daar op de ALM een trainingscentrum, een revalidatiecentrum voor jonge mensen met schizofrenie. Waarbij hij een heel trainingsprogramma had ontwikkeld met psycho-educatie, met hele simpele praktische dingen in het wonen, tijdsmedicatie, allemaal een heel groot trainingsprogramma. En ik werkte toen op de open afdeling de Akkers. Dat was een langdurig verblijfsafdeling op Groot Bronswijk. Het ziekenhuisje bestaat niet meer, maar ik ben het weekend nog een keer weer geweest om even een rondje te rijden over het terrein. En het is niet meer, is eigenlijk niks meer terug te vinden. Dus dat is in die zin wel jammer, maar nou, dat is zo. Het was een. En toen dacht ik van goh, de cliënten die daar woonden, zouden volgens mij ook in aanmerking komen voor een dergelijk soort programma. Dat leek me gewoon heel goed, omdat ik dacht van ja, wat doen we nu eigenlijk? We zeggen dat we mensen behandelen, dat we ze begeleiden naar meer zelfstandig, zelfredzaam wonen. Maar wat doen we nu eigenlijk? En daar kwam wat mij betreft geen goed antwoord op. Artis was langdurige zorg. Ja, was langdurige zorg. Was een gesloten afdeling waar mensen gesloten verbleven. En had ook een open kant, Akkers 2-3 heette dat toen. Akkers 2 was ook voor mensen die wel op een open afdeling konden verblijven, maar die intensieve zorg nodig hadden. En 3 was veel meer nog een afdeling waar mensen ook daadwerkelijk weer werden begeleid naar, nou, het idee was toen via misschien beschut wonen of naar een begeleide woonvorm buiten het ziekenhuis. Dus ernstige psychiatrische problemen? Zeer ernstige psychiatrische problematiek. Ja, echt zeer ernstige. Mensen die op de gesloten kant helemaal, maar ook aan de open kant waren mensen met zeer ernstige psychische beperkingen. Alleen toen ik dat programma van Kees Sloof las en in handen kreeg, dacht ik van ja, dat kan bij ons ook. En dat biedt meer waarde. Dat is die psychiater in Assen. Ja, en dat kan bij ons ook, dacht ik. En toen dat programma van hem gekregen en gekeken hoe je dat om kon zetten naar de Akkers. Heel programma geschreven en dat toen ook voor een deel uitgevoerd. Daar kwam je wel een van de eerste dingen tegen waarvan ik dacht, oké, dat is men dus niet gewend. Ook artsen, psychiaters die in gesprek moesten in dat programma met hun cliënten. Was begin jaren 90? Ja, was begin jaren 90. Ja, ja, iets halverwege denk ik, halverwege jaren 90. Met hun cliënt echt in gesprek moesten over medicatie waarom krijg ik dit en wat is dat dan? En psycho-educatie, wat heb ik voor ziekte, wat zijn de gevolgen daarvan, hoe ziet. Dus dat vonden ze wel heel lastig, merkte ik toen. En er waren ook wel meer disciplines die daar moeite mee hadden. Maar goed, wel dat programma gedaan. Ook met veel plezier, moet ik zeggen. Ook met name verpleegkundigen op de afdeling hadden daar best heel veel plezier in om op die manier te werken. Omdat ze ook zagen dat er daadwerkelijk iets gebeurde. En dat was ook de aanleiding, denk ik, om door Gerard Koorman, dat was toen de directeur van langdurige zorg, dat ging toen nog in divisies geloof ik, weet niet eens meer precies hoe dat heette. Om eens een keer vroeg hij mij, wil je eens even een keer komen op een ochtend? Ik zei, nou, loop even langs. En toen zei hij van, goh, wil je wel opgeleid worden in de IRB, individuele rehabilitatiebenadering? Ik zei, nou ja, ik wist eigenlijk niet wat dat was. Ik zei, maar goh, ik ben altijd in voor opleiding. Nou, zegt hij, dat is hartstikke mooi. Het was geloof ik een donderdag. Dan kun je maandag beginnen met de opleiding. En dan moet je naar Zuid-Laren.
dacht ik, oh, dat is wel heel snel. In het weekend is wat gezocht, zo van, nou, wat betekent dat nou dan? En het sprak me wel heel erg aan. Met name wat ik steeds tegenkwam als basisgedachte, dat was ook jaren 90, het idee van, goh, dat je met cliënten in gesprek gaat over datgene wat ze nog graag zouden willen. In plaats van alles wat ze van ons steeds moesten. Dus we waren met z'n tienen, geloof ik. Een deel daarvan was van GGZ Groningen, er was ook wat uit het Martini ziekenhuis, of uit het UMCG. We waren met 10 studenten en we werden door Lies Korevaar, en Lies Korevaar is nog steeds de lector rehabilitatie aan de Hans Hogeschool. Op dit moment ook nog steeds. En die was toen docent van de stichting uit Rotterdam. Die verzorgde de opleiding rehabilitatie, individuele rehabilitatiebenadering. Het was een lange, een opleiding van meer dan een jaar, 2 jaar. Waarbij je vooral de methodiek die daarbij hoorde, tot in de treuren kreeg, aangereikt en met oefeningen en met cliënten. En uitgangspunt was steeds, en dat is steeds de gedachte die me ook is bijgebleven en ook steeds heel belangrijk heb gevonden, is dat je met cliënten in gesprek gaat over, wat wil je nou? Waar wil jij je energie in steken? Waar liggen jouw belangen? In plaats van wat daarvoor meer het credo was van, goh, als je nou doet wat ik zeg, dan komt het goed met je. Dan gaat het goed met je. En daarmee waren we niet in gesprek met die cliënt. En het is voor cliënten natuurlijk vanuit hun psychische beperking lastig om wensen om te zetten in doelen. En dan die doelen ook stapsgewijs te realiseren. En de methodiek van de IRB helpt daar heel nadrukkelijk bij. Dus wat we steeds deden was, er werd binnen GGZ Groningen een apart bureautje opgericht. CIRE heette dat, C-I-R-E, Centrum voor Individuele Rehabilitatie en Educatie. En daar, tijdens de opleiding, begeleiden we cliënten in die methodiek. En dat werd ook direct onderzocht op zijn effectiviteit. Door Joost van Busbach, dat is nog steeds een onderzoeker die zich heel erg bezighoudt met herstel en rehabilitatie. Zijn we dan met rond 2000? Of? Ja, eind jaren 90, ja, in die periode, daar speelde CIRE een belangrijke rol. Vooral in het onderzoek naar de effectiviteit. Want de afspraak was wel dat we een jaar of 2, 3 dit zouden gaan doen. En dat de effectiviteit werd onderzocht. En als duidelijk was dat het ook echt effectief zou zijn. Dus dat cliënten daadwerkelijk baat zouden hebben bij de begeleiding vanuit die rehabilitatiebenadering, het doorgezet zou worden. Mocht dat niet zo zijn, want het is een Amerikaanse methodiek en is ontstaan in Amerika vanuit de Amerikaanse gedachten, vanuit de Amerikaanse cultuur, en dat kun je niet altijd maar overzetten. Dus de effectiviteit was wel het criterium waarop gekeken werd of we ook daadwerkelijk met rehabilitatie verder zouden gaan. Nou, dat was een leuke tijd. Voor mij in ieder geval een leuke tijd, omdat ik heel veel in opleidingszin bezig was, maar ook heel veel direct met cliënten in gesprek was over hun toekomst. En over wensen die mensen hadden en doelen die daarbij gesteld werden en mensen daar ook in begeleiden om die doelen te bereiken. En dat waren doelen die zich vooral, de rehabilitatiebenadering, de IRB, verdeelt eigenlijk doelen in 4 terreinen. Wonen, werken, leren. En wonen, werken, leren en kijk. Vrije tijd, ja. En die 4 terreinen, die maken dat je ook doelgericht kan werken. Heel veel mensen hadden het doel zelfstandig wonen, zelfredzaam wonen. Maar het gaat over opgenomen cliënten waar je nu... Dat varieert. Dat varieert. Het was heel breed. We hadden... de eerste kan ik me nog herinneren, maar dat was zelfs al op de akkers. Toen was ik al wel met de opleiding bezig, maar er waren 2 jonge mensen die daar opgenomen waren. Dus
klinisch opgenomen, 24 uur, maar heel graag naar school wilde. Nou, daarvoor zeg maar, was altijd het idee van ja, als je opgenomen bent, dan moet je eerst zorgen dat je weer in de maatschappij functioneert en dan kun je naar school. Nou, de IAB zegt van nee, ga nou gewoon kijken waar mensen hun energie in willen steken en dan ga daarmee aan de slag. De normale dingen. Dit waren jonge mensen in de 20 die iets hadden, maar we willen nog graag onze school afmaken. We begrijpen dat we hier zitten, we begrijpen dat we beperkingen hebben, maar dat is wel, dat is ons doel, dat is ons wens. En nou ja, daarvoor gezorgd dat mensen inderdaad naar de avondschool gingen in Appingedam. Door een verpleegkundige van de akkers heen gebracht, s'avonds, en door de docent weer teruggebracht. Dus dat waren processen die voor die tijd ongekend waren. Daar waar men helemaal niet ja, er werd steeds, maakte vaak het grapje dat als een cliënt zegt ik wil zelfstandig wonen, dat het antwoord meestal was dan moet je eerst leren koken. En voordat ze het wisten zaten ze op de kookcursus, waar ze helemaal geen behoefte aan hadden. Nou, dit was voor het eerst dat er in die zin ook naar mensen werd geluisterd. En vanuit Sieren vonden die trajecten ook plaats. En daar waren gewoon hele, nou ja, indrukwekkende trajecten bij, waarbij mensen echt zich inzetten voor doelen die door de omgeving als irreëel werden gezien. Als van ja, hoezo? Dat lukt jou helemaal niet, dat kun jij helemaal niet. Maar waarbij mensen zoveel motivatie wisten op te brengen, dat ze ondanks hun beperking dat doel wel bereikten. En daar wel terecht kwamen. Oudere mevrouw die zei van ja, maar ik wil niet meer opgenomen zijn. Ik wil in een normaal verzorgingshuis wonen. En waarbij iedereen zei, dat kan helemaal niet. Want we hebben laatst geprobeerd om jou even in een huisje te laten wonen op het terrein. En dat ging al niet goed. Dat kan me allemaal niet schelen. Ik wil naar dat verzorgingshuis. En dat haar gewoon lukt. En daar nog, ik meen 7, 8 jaar woont. Zonder opgenomen te zijn. Dus de motivatie voor datgene wat mensen zelf graag willen, is vaak zo groot dat ze doelen bereiken die anderen eigenlijk, zeker toen de tijd, als onbereikbaar beschouwen. En ik denk dat de IRB, die rehabilitatiebenadering, de manier van, nou ja, zeg maar wat je wil, we gaan kijken of het gaat lukken. En de begeleiding in dat proces, dat stapsgewijs, hele kleine stapjes, eerst kijken ben je toe aan verandering, ga je daarna een doel stellen, wat heb je nodig voor dat doel, wie heb je nodig voor dat doel, zo heel stapsgewijs, dit zijn nog grote stappen die ik nu noem, maar in de methodiek zijn ze nog veel kleiner, mensen toch begeleiden naar dat doel. Nou, binnen Sieren hebben we dat toen gedaan. Onderzoek geweest en het onderzoek gaf ook aan dat rehabilitatie ervoor zorgde dat mensen doelen bereikten. Wensen vorm gaven naar doelen en ook die doelen bereikten en ook doelen vasthielden. Niet iedereen, het is natuurlijk geen halen maar olie. Ik heb ook geprobeerd een jongen te begeleiden die zei ik wil een windmolen bouwen precies op de grens van Nederland en Duitsland. Nou, ja, we hebben stappen gemaakt, hij heeft kennis gemaakt met gemeentes, hij heeft de bureaucratie ondervonden, hij heeft zeker dingen geleerd in dat proces, in die stappen, maar die molen is er niet gekomen. Dat is zo waren er wel meer dingen waarbij mensen zich wel ontwikkelden, maar hun doel niet bereikten. Andere kant werkte ook, ik heb ook een jongen begeleid die wilde graag aan het werk. Die wonen nog bij zijn ouders. En na 2 jaar kreeg ik een brief van hem. Of na 3 jaar geloof ik, weet niet meer. Ik had hem begeleid naar werk. Dat hij iets had van, eigenlijk ben ik heel boos op je. Want je zou me helpen naar werk. Dat heb je ook gedaan. Maar ja, nu ik werk, ben ik daar iemand tegengekomen. En heb ik ook in 1 keer een vriendin. En met die vriendin woon ik ook zelfstandig. Dat was eigenlijk allemaal niet de bedoeling. Maar het is wel gebeurd. Dus ontwikkeling op 1 terrein maakte ook dat allerlei andere terreinen mee gingen bewegen. Waarbij iemand soms tot de ontdekking kwam van hey, dit is misschien wel heel ver. Dus dat was wat in die Sieren tijd
was dat gewoon heel leuk om in die zin cliënten echt heel nadrukkelijk te begeleiden. Nou, het resultaat van dat onderzoek is geweest dat dus mensen inderdaad doelen bereikten. Dat er meer doelen werden bereikt als in de reguliere begeleiding. En toen zijn wij van Sieren bij elkaar gaan zitten en hebben gedacht van ja, nou kunnen we doorgaan met z'n vijven. We waren met 5 mensen. We kunnen doorgaan en dan kunnen we zoveel cliënten bereiken als wij aankunnen. Maar we zouden ook kunnen kijken of we niet alle medewerkers daarin wat kunnen scholen. En op verschillende niveaus, begin tot aan expertniveau, zodat alle cliënten begeleid kunnen worden. Sieren is toen ook omgezet in Sensor. Sensor was ook een bureau dat zich bezig hield met zorgcoördinatie, OGGZ en rehabilitatie. Dus Centrum voor Zorgcoördinatie, OGGZ en Rehabilitatie. Wij waren de rehabilitatiepoot. Hebben in die tijd een Groningse methodiek ontwikkeld. Wel hetzelfde als de IRB, maar wat ander taalgebruik en wat korter. Men vond hem wel heel uitgebreid, zeker in de scholing. En we hebben RAP-groepen ingericht, heette dat toen de tijd. RAP, R-A-P, Rehabilitatie, Attitude, Personeel. Het waren 10 dagen waarbij alle medewerkers het rehabilitatieproces, dus het bezig zijn met wensen en doelen, zelf vormgaven. Dus dat was wel heel grappig aan het eind, dat mensen ook, er waren medewerkers bij, die eentje die ik me nog kan herinneren, die als wens had te stoppen met nagelbijten. Die beet nagels tot aan bloedens toe en die was daar helemaal, en die heeft vanuit de methodiek, vanuit daarmee aan de slag zijnde, vanuit die wens opgezet in een doel en daar zelf dat hele proces doorlopen om te stoppen met nagelbijten. Dus dat was wel heel grappig. Het is er nog gelukt ook. Dus dat was, dat waren ervaringen die medewerkers meenamen in de opleiding naar de methodiek. Dus je had attitude, vonden wij eigenlijk nog belangrijker dan de methodiek. Dus de houding van ontwikkelingsgericht bezig zijn, de houding van naar iemand kijken en god, wat wil je nou? Waar ben je gemotiveerd voor? Hoe ga je dat nou? Ik wil je helpen daar vorm aan te geven. In plaats van te zeggen van als je nou eerst dit doet en dan dat en dan dat, als je doet wat ik zeg, dan komt het goed met je. Die ommezwaaien attitude, die vonden we eigenlijk nog belangrijker dan de methodiek. Dus we begonnen met RAP en daarna hebben we methodiektrainingen opgezet. In welke disciplines was het? Het was met name voor verpleegkundigen. Maar ook psychologen hebben deelgenomen aan de training en er zijn een enkele psychiater heeft daarin deelgenomen. Die vonden het wel ingewikkeld. Daar lag wel onze grootste knelpunt steeds. Omdat, een voorbeeld, een jonge jongen die wilde autorijden, die wilde graag zijn rijbewijs halen, die had medicatie waarbij je eigenlijk niet mocht autorijden. En waarbij hij dus in onderhandeling ging met zijn psychiater om andere medicatie te krijgen, zodat hij zijn wens autorijden, het halen van een rijbewijs, vorm kon geven. En de psychiater zei van ik bepaal de medicatie. Met die wens, dit is wat mij betreft de medicatie die jij krijgt. En de wens om een rijbewijs te halen is daarin niet relevant. Dus dan kwamen we wel meer behandelaren tegen, artsen tegen. Die zeiden, ze moeten, eigenlijk ze moeten doen wat ik zeg. Dan gaat het beste met ze. Als ze nou de medicatie nemen die ik voorschrijf, dan gaat het beste met ze. Dus dat is het, daar moeten ze het mee doen. Dus onderhandelen waarbij allerlei normale wensen ook aan de orde zouden kunnen komen, dat vonden heel veel behandelaren wel heel ingewikkeld. Maar er waren ook een aantal heel enthousiast. Dus dat helpt wel. Psychologen waren over het algemeen wel heel enthousiast over de manier waarop dingen gingen. De methodiek, dat past ook meer in hun manier van denken, denk ik.
Nou ja, we hebben het ook wel civiele dienst. Hebben we natuurlijk ook trainingen aangegeven. Waarom? Nou ja, vooral om ook daarmee die onderhandelingscultuur wat in te zetten. En wat meer te gaan kijken naar, hoe wil je dat nou? Hoe wil je nou, als je het hebt over kameronderhoud, hoe wil je dat nou doen? Dus niet de medewerker van de facilitaire dienst zegt, jij moet dit doen en ik doe dat. Nee, onderhandelen. Wat ga jij vandaag doen? Wat verwacht je van mij? Dus veel meer aansluiten bij wat iemand zelf graag wil. Maar ook dat vroeg bij de facilitaire dienst natuurlijk wel. De schoonmaak, maar ook andere diensten. Zeker wel een ommezwaai. En dat heeft nog heel lang geduurd. Ik kwam laat, dat was pas veel later. Maar wel een voorbeeld. Dat was al ver in de... dat zal 2015 of zo geweest zijn zelfs. Misschien zoiets. Kwam ik op Zonneheuvel. En daar werd ik leidinggevende. En Zonneheuvel is een afdeling voor ouderen met psychiatrie. Op het terrein van Dennenoord. Helemaal achter in het hoekje. Helemaal weggestort. En daar was een meneer die zei, ik wil graag de binnenkant van mijn deur blauw. Waarop de schilders van Dennenoord zeiden, ja nee, wij hebben hier een standaard kleur voor deuren en die is grijs. Dus wij maken die deur niet blauw, die deur is grijs. Nou, dat soort. Dus het was goed om ook met dat soort disciplines in gesprek te gaan, zodat ook daar veel meer het besef ontstond dat je met iemand onderhandelt en ook tegemoet komt aan wat iemand graag wil. Omdat het bijdraagt aan zijn welzijn en zijn ontwikkeling. Nou, vanuit Sensor, even die stap terug, hebben we heel veel medewerkers geschoold. Waar moet je aan denken? 1000? Ja, ik denk dat we misschien wel 1000 medewerkers geschoold hebben. Iedereen die in principe in de langdurige zorg staat? Volwassen zorg, ja, iedereen ging daarin mee. Iedereen was daarin van belang. En een aantal hebben ook een wat uitgebreidere scholing gevolgd, dus daar hadden we ook zeker niveaus in. Van mensen die gewoon op de werkvloer de grote stappen toepasten, maar wel vanuit hetzelfde gedachtegoed. En kwam je er dan niet uit, dan kon je iemand vragen die iets meer opgeleid was en die nam het dan over. En dan had je daarboven nog experts die alle stapjes heel goed in hun systeem hadden. Dus ook daar hadden we onderscheid in gemaakt. Ik denk dat als je daarop terugkijkt, dan wat ik zie is dat er in de attitude heel veel veranderd is. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat de rehabilitatie daar ook zeker een belangrijke stem in heeft gehad. Dus dat die cliënt een stem heeft gekregen in dat wat hij wil. In dat wat hij, ja, die heeft daar nadrukkelijk een stem in gekregen. Of de methodiek altijd toegepast is, nee. Dat was toch lastig. Dat had ook mee te maken dat er wat minder faciliteiten werden toegekend. Dus de begeleiding van medewerkers om die methodiek toe te passen was eigenlijk minimaal tot niet aanwezig. Nou, daarmee verdwijnt dan toch de methodiek, verdwijnt naar de achtergrond. Dus ik denk dat de attitude altijd gebleven is, dat die ook meegewerkt heeft, maar dat de methodiek in de loop van de jaren naar de achtergrond verdwenen is. We zorgen in die tijd wel, dat had ook te maken met het feit dat Sensor op een bepaald moment werd opgeheven uit bezuinigingsoogpunt. Dus toen was het hele scholing en ondersteuning van medewerkers in de rehabilitatie was daarmee ook verdwenen. Jij noemt die bezuiniging, had ook te maken met het idee dat de doelstelling was gehaald? Ja, maar dat is toen niet, nee. Dat idee zullen mensen gehad hebben, dat hebben wij altijd weersproken. Omdat je, als je een methodiek zo uitgebreid wil inzetten en zo nadrukkelijk naar voren wil brengen in de begeleiding en ondersteuning van cliënten, je die medewerker ook continu zult moeten faciliteren en ondersteunen. En op het moment dat je dat weghaalt, dan verdwijnt daarmee ook de doelstelling, zeg maar. Heb je je doel wel op dat moment misschien voor een deel wel gehaald. Maar als je dat niet borgt, niet blijft ondersteunen, dan verdwijnt het weer. Kenmerkend daarvoor was denk ik dat een paar jaar geleden
ik gevraagd werd door de leidinggevende van langdurige zorg om te komen en te hebben over scholing van medewerkers, rehabilitatie. Ik zei maar, goh, weet jij wel dat je al jouw medewerkers, tenminste het grote gros, al geschoold is. Alleen dat je iets in ondersteuning en zo zult moeten doen. Nou, daarna heb ik nooit meer iets van die leidinggevende gehoord. Dus wat dat betreft vroeg ik me ook af van, ja, wat betekent dat nou? Wat is daar nu mee gedaan? Ik denk wel dat als je vanuit het rehabilitatie denken, vanuit de begeleiding in die methodiek, vanuit nou, de cliënt centraal stellen, ook daadwerkelijk centraal stellen. Nou, de inbreng van ervaringsdeskundigheid bijvoorbeeld in het bureau Bel, dat toen opgericht is, bureau ervaringsdeskundigheid Lentes, dat allemaal het daarin heeft bijgedragen. En duidelijk is natuurlijk ook dat de herstelbeweging zoals die nu een plek heeft, de herstelgedachte nu een plek heeft, dat de rehabilitatie daar wel een van de ontstaanspijlers in is geweest en daar nadrukkelijk in heeft bijgedragen om die cliënt een stem te geven. We zijn toen we voor Sensor werkten naar Amerika geweest als medewerkers. Dat kon toen nog. Wanneer was dat ongeveer? Half begin jaren 2000, ergens in die buurt. Maar het was vooral, wij verzorgden soms ook rehabilitatietrainingen buiten de stichting. Daar werden we voor betaald. En we hadden toen toestemming van de toenmalige directie om dat geld op een aparte rekening te zetten. Om het jaarcongres rehabilitatie in Boston in Amerika te bezoeken met een aantal mensen. Vanuit Sensor. Dus daar zijn we toen een dag, acht dagen geweest om het congres te bezoeken en ook een aantal projecten in Amerika te bezoeken op grond van de rehabilitatie. En daar was de herstelbeweging toen al wat stappen verder. Wat voor opzicht? Nou, daar had je al cliëntenorganisaties die nadrukkelijk gesprekspartner waren, bijvoorbeeld met zorgverzekeraars of met instellingen die nadrukkelijk al meehielpen om vorm te geven aan hoe de zorg eruit zag en wat daarbij belangrijk was, wat daar als basisidee aan ten grondslag zou moeten liggen en welke behandeling mensen op prijs zouden stellen en hoe je daaraan uitkomt, dus die onderhandelingscultuur was daar al wat meer, terwijl hier nog veel meer vanuit het medisch model luisteren naar de dokter werd gehandeld, was daar al meer de cliënt in beweging en de cliënt die gesprekspartner werd. Maar dat heeft zich ook in Nederland wel doorgezet. Op de ene plek meer dan op de andere. Hier bij Lentes vinden ze hun plek, maar er zijn andere organisaties, GGZ Drenthe bijvoorbeeld, die daar toch al wel een stapje verder in is. Waarbij je ook zelfs op beleidsniveau al mensen met ervaringsdeskundigheid op die manier inspraak hebben in het hele beleid van het ziekenhuis. Nou, volgens mij zijn de Lentes nog niet helemaal zover. Maar wel steeds meer gesprekspartner en wel steeds meer werken vanuit herstel en de herstelgedachte. En rehabilitatie heeft daar zeker aan bijgedragen, dat weet ik zeker. Cliënten in de psychiatrie een stem hebben gekregen. Mochten zeggen wat ze wilden en dat er ook daadwerkelijk naar werd geluisterd. Dat was ook wel wat uit onderzoek voorkwam. Dat mensen zeggen in een rehabilitatietraject het gevoel hadden dat er ook echt naar ze geluisterd werd. Nou, dat meehelpt in het herstel van de cliënt. Dus dat zijn wel belangrijke thema's. Heeft ook iets betekend voor het beroep van verpleegkundigen? Voor de identiteit van de verpleegkundige, de rehabilitatie. Ja, ik denk absoluut. Als je kijkt, ik maakte in de training vaak een tekeningetje van een rechthoekje op het bord met een streep. Wat heel schematisch de cliënt. Waarbij het gezonde stuk en een stuk waar de beperking in zit. Ik denk altijd, de psychiater, de arts, de psycholoog werken in het stuk van de beperking. Dat is, daar richten zij zich op. De verpleegkundige
helpt in de uitvoer van wat zij in die beperkingstuk werken. En er werd altijd gezegd, ja, maar de verpleegkundige richt zich op het gezonde deel. Ja, maar hij had geen idee wat hij daarmee moest. En ik denk dat met name het rehabilitatie, de methodiek, de gedachte, verpleegkundige geholpen heeft om juist dat handen en voeten te geven. Om die cliënt te begeleiden in dat gezonde stuk waar zijn wensen en doelen liggen. En daarmee ook ondersteund is een herstel waarbij dat gezonde deel dus sterker wordt en groter wordt. En de hinder van de beperking kleiner. Dus dat was ook wel een beetje, zoals we naar behandelaren uitleg gaven. Wij zijn geen bedreiging voor jullie vak. Wij ondersteunen aan de andere kant, met name dat gezonde deel. En ik denk dat, kijk, ook de opleiding tot verpleegkundige was natuurlijk heel erg medisch gericht. Ziektebeelden, medicatie, zo ben ik opgeleid. Dat was maar daar. Maar dat is allemaal gericht op de beperking. En de IRB, de rehabilitatiedenken, gaf ons handvatten om juist in dat gezonde stuk dingen te doen. En daar ook min of meer universeel, en dat is niet alleen voor volwassenen, het was ook voor jeugd. En dat gaf, een mooi voorbeeld is denk ik een verpleegkundige die werkt in de langdurige zorg, al heel lang. En die door mij gevraagd is om in een project mee te werken met als onderwerp leren voor jeugd. Bleek toen een hele grote groep kinderen, jeugdigen, thuis te zitten met psychische problemen. Waarvan de psychiater zich bezighield, kinderen en jeugd zich bezighield met de beperking, met de ziekte van het kind, van de puber. De leerplichtambtenaar dacht van ja, hij gaat niet naar school en hij is ziek. Dus we hoeven niks te doen. School ook iets had van, ziek, hoeven niks te doen. En die kinderen zaten thuis, boven op zolder, lagen op hun bed, kwamen niet vooruit. Dus hadden we een project bedacht vanuit rehabilitatie. Zo van, wat heb je nou nodig om weer naar school te kunnen? Nou, die medewerker die kwam op een bepaald moment huilend bij mij voor begeleiding. Zo, en niet uit verdriet, maar vooral dat ze iets kon betekenen voor de ander. En zag dat dat voor die jeugdige iets opleverde. Dat hij weer naar school ging. Maar ook bij zichzelf constateerde van, ik ben jaren werk, ik heb heel veel ervaring. En er is gelukkig ook nog iets wat mij raakt in mijn werk. Wat maakt dat ik op een nieuw gebied kom. En het raakt me nog. Ik kan daar nog, heb daar nog gevoel bij. Nou, ik denk dat is dus het op een andere manier bezig zijn, mensen doelen laten halen, wensen vervullen. En dat lukt niet altijd, hè? Even voor alle, het is niet 100, maar dat, ik denk dat dat voor het vak verpleegkundige ook heel veel heeft betekend. En ook een stuk nieuwe invulling heeft gegeven, zeker in de psychiatrie. Maar je ziet het ook in de verstandige gehandicaptenzorg, want daar past het ook. Ook veel meer wat van vertroetelen af en veel meer waar mogelijk kijken, waar iemand nog enzovoort. Studenten. Ook ouderenzorg? Ook ouderenzorg, absoluut. Omdat ik nog steeds, de meest simpele vraag is altijd van, goh, als je een onderwerp hebt, er is iets in de krant, iets over vakantie, dat je met die ouderen in gesprek gaat en zegt van, hoe is dat dan nu voor u, vakantie? Hoe was dat vroeger? En hoe zou je het nog willen? Wat zou je nog willen? En ook daar komen vast wensen uit. En dat voorbeeld van die molen op de grens van Nederland en Duitsland is een grote uitzondering. Er werd altijd gezegd van, als een patiënt of een cliënt nu vraagt, ik wil astronaut worden, wat doe je dan? Maar die wensen heb ik nooit gehoord. Het waren altijd wensen die zeker ook hele normale, gezonde dingen. Ik wil uit het ziekenhuis, ik wil heel graag begeleid wonen in de maatschappij. Of in dat ziekenhuis ben je natuurlijk heel erg van die maatschappij afgesloten. En heb je geen idee meer, ook ouderen zijn natuurlijk heel vaak afgesloten van wat er gebeurt. En hele simpele dingen als, wat hadden we een keer, een
medewerker die dacht van, goh, ik ga zorgen dat er weer reclamefolders op de afdeling bezorgd worden. En niet om mensen dingen te laten kopen, maar zich bewust te worden wat het kost. En het was rond Sinterklaas dat ouderen zeiden van, jeetje, dat er zoveel speelgoed is, maar dat het ook zo duur is, heb ik nooit geweten. Maar die waren al wel 15 jaar afgesloten van dergelijke informatie. Dus die vermaatschappelijking, dat is een belangrijk thema. Ook voor ouderen. En ook wensen die ouderen nog hebben. De manier waarop je, en dan gaat het vaak over het behouden van dingen. Dat kan ook een wens zijn. Hè? Bijvoorbeeld, mijn vader die fietste altijd. En die had Parkinson. Op een bepaald moment stopte hij met fietsen. En toen ik met hem ging praten daarover, zei hij, ja, ik ben bang dat als ik stil kom te staan met mijn benen aan beide kanten van de stang, dan krijg ik mijn been niet meer erover, want die Parkinson maakt me stijf. En ik ben bang dat ik dan niet meer op gang kom. Ik zeg, maar ja, wat zou je willen? Ja, ik zou het wel heel graag willen behouden. Dus dan wordt het onderwerp, hoe zorg ik er nou voor dat je dat fietsen behoudt? Nou, toen maakte ik eerst de fout om te zeggen, dan koop je een damesfiets. Nou, dat was niet, ik ga toch niet op een vrouwenfiets, mijn vader was 80. Toen later zei ik van, ik heb nog wat anders gevonden, ik heb een fiets met een lage instap gevonden. Is dat dan niet wat? En daar heeft hij nog een jaar, twee jaar op gefietst. Want dat was iets anders. Dus het zoeken naar behouden van dingen kan ook een wens zijn van ouderen. En daar is rehabilitatie ook zeker onderdeel. Dat je daarnaar luistert en probeert dat te behouden. Of keuzes maken. Kijk, rehabilitatie gaat natuurlijk heel vaak over wat wil ik. Dat is iets met je hoofd. Mijn vader is vaak voorbeeld. Maar die kon zich bijvoorbeeld zelf nog wel douchen. Dat had hij gekund. Maar hij wilde liever 's middags wandelen. Want als hij 's morgens zichzelf douchte, dan was de energie weg. Dus koos hij ervoor om met de wijkverpleging af te spreken. Je komt me gewoon douchen, je komt me helpen. En ik hou energie over om 's middags te wandelen. Nou, ook dat is rehabilitatie. Dat is luisteren, onderhandelen, kijken waar liggen wensen van mensen en hoe ga je dat daadwerkelijk realiseren. Dus ook in de ouderenzorg is er heel veel ruimte voor rehabilitatie. En dan misschien niet helemaal de methodiek in stapjes, maar wel het denken, de manier van denken, het luisteren naar die ander, doorvragen, wat wil je nou graag, hoe zit dat nou? En niet accepteren dat iemand zegt, ach, is wel goed. Terwijl je voelt en ziet aan die ander dat het eigenlijk niet goed is. Dus dat is, ook in de ouderenzorg is daar echt heel veel winst te behalen. Nog steeds. Vind je die rehabilitatie of de principes van de ander centraal? Wat wil die ander terug in de huidige opleidingen? Voor zover ik er zicht op heb, komt het zeker hier in het noorden. Als je bij de Hanze opgeleid wordt, is rehabilitatie een minor. En in de opleidingen HBOV is het onderdeel van je opleiding. Ook omdat het lectoraat hier natuurlijk zit. Daarnaast ook landelijk wordt heel veel aandacht besteed aan het handboek rehabilitatie. Wat er is, maakt onderdeel uit van opleiding. Dus het komt zeker in de opleiding ook terug. En wat je nu ook wel ziet is, Lentes is daar een voorbeeld van. Die gaat de komende 2 jaar opnieuw zijn medewerkers in de langdurige zorg in scholen. In de rehabilitatie. Dus het blijft als en tegenwoordig meer als onderdeel van de herstelbeweging, blijft het actueel. Dus ook in de opleiding, zeker hier in de noorden, door het lectoraat wat hier zit, komt het wel nadrukkelijk aan de orde. En ook het onderzoek wat hier in het noorden veelal plaatsvindt. Dus dat maakt het wel een van de bedenkers. Marianne Vargas, een Amerikaanse die het gedachtegoed mee ontwikkeld heeft in de basis, heeft volgens mij het eerder lectoraat nog steeds hier aan de Hans Hogeschool. En in het verleden kwam ze ook een aantal keren per jaar deze kant op. Ik denk dat ze onderhand zo oud is dat ze nu niet meer komt. Maar een jaar of 2, 3 geleden ben ik haar nog eens een keer tegengekomen op een congres GGZ Drenthe.
Dus dat, toen kwam ze nog wel eens een keer weer naar Europa. Maar ik denk dat Marianne onderhand 80 is of zo, dat niet meer gaat. Maar dat soort dingen, dat eerder lectoraat is er natuurlijk nog steeds wel. En er was altijd ook wel heel veel contact vanuit het noorden, met name door Lies en dergelijke, met Boston, de plek waar het allemaal is begonnen. Dus dat is wel een beetje naar het heden, de hele ontwikkeling waar mensen in meegewerkt hebben. En waarbij rehabilitatie in mijn optiek heel veel goeds gebracht heeft voor cliënten. En zeker, maar ook voor medewerkers, voor beide. Beide groepen hebben daar baat bij gehad in die verandering, in mijn beleving. Dankjewel, Jan. Je hebt graag gedaan. Heel praktisch uitleg, theorie en praktijk, met veel praktijkvoorbeelden. Dankjewel. Graag gedaan.